De huidige regering, die binnenkort de macht moet overdragen, heeft op de valreep een aantal benoemingen van sleutelfiguren doorgevoerd. Zo heeft de benoeming van Dave Abbeleven tot directeur van de Energieautoriteit Suriname veel stof doen opwaaien. In zijn nieuwe functie komt Abbeleven in aanmerking voor een bezoldiging van 45.000 SAD per maand. Abbeleven is ook directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Daarnaast heeft president Bouterse minister Ronnie Benschop van Defensie bevorderd tot generaal-majoor. Dit vanwege zijn opmerkelijke verdiensten, discipline en nationale opstelling, meldt het Nationaal Informatieinstituut. Verder zijn nog eens 4 personen door de president beëdigd tot leden van de Rekenkamer en het Centraal Hoofdstembureau, CHS. Het gaat in deze om een lid en 2 plaatsvervangende leden voor de Rekenkamer en een lid voor het CHS. Ook zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van directeuren en onderdirecteuren van de verschillende ministeries aangepast.